Wat de bewoners kunnen verwachten met wat wij nu aan het doen zijn, is dat wij bewoners zorgvuldig willen meenemen in het proces rondom het vliegen met de drone. En wat ze kunnen verwachten is dat we ze in eerste instantie een brief versturen naar de bewoners om aan te geven wat we gaan doen, wanneer we komen. Op het moment dat het zover is, zijn we in de wijk. Het bedrijf wat het uitvoert is hier ook met een busje aanwezig. Zullen we veiligheidsmaatregelen nemen en daarna zal die drone omhoog gaan vliegen. In de basis maken we foto's van de buitenkant van de woning, van het dak, van de gevel. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien wat de staat van de kozijn is of de kwaliteit van de dakbedekking. En daarnaast maken we een 3D-model, zodat we ook metingen kunnen verrichten. We kregen een brief in de bus dat het zou gebeuren. Ja, dan zie je dat, dat ze hier op straat zijn en dan denk je, nou, even kijken. Vindt het wel leuk, hè? Ja. Ja, goed zo. We maken gebruik van drones, omdat je op die manier hele grote hoeveelheden vastgoed per dag eigenlijk kan gaan inspecteren. Zonder dat je daarvoor fysiek elke woning hoeft te bezoeken. Ik ga ervan uit, die mensen die niet meer bezig zijn zoals jullie dan, dat jullie daar verstand van hebben. En dat dat wel goed gebeurt. Wanneer wij foto's maken en scannen met onze drone, dan draait het om het inspecteren van een woning of een gebouw. Maar in dat gebouw wonen natuurlijk ook mensen. Dus waar we altijd rekening mee houden, is ook de privacy van de mensen die wonen in dat gebouw. En dat doen we onder andere door alle persoonsgegevens anoniem te maken. Gezichten halen we uit de foto's, kentekens halen we uit de foto's, huisnummers halen we uit de foto's. Want uiteindelijk draait het voor ons alleen om de staat van het gebouw en de gebreken die we daarin kunnen zien. Nou, daar zijn we hier wel heel blij mee hoor, want ik bedoel, die huizen zijn zo oud, er moet nodig wat aan gebeuren. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat die drone langskomt. Ik vind het prachtig om te zien. Heb je de fietser gemist? Nou, ik was aan het opletten bij die auto. Ja, veiligheid is voor ons enorm belangrijk. We willen natuurlijk niet dat er iets gebeurt. Daarom zijn we altijd met twee mensen aanwezig tijdens een inspectie, waarvan één ook echt 100% verantwoordelijk is voor veilige werksituatie. Nou, dat kun je bijvoorbeeld zien omdat we het landingsgebied van een drone afzetten met afzetmateriaal, zodat je eigenlijk niet in contact kan komen met de drone. En waar de drone vliegt, loopt er ook altijd iemand mee. Dat toestel is ook gekeurd door de Nederlandse luchtvaartautoriteiten op een niveau waarop ook bemande vliegtuigen worden gekeurd. Nou, het is wel iets voor de toekomst. Je moet ook met de tijd meegaan. Hè? En zo verandert zoveel van die dingen. En wij als ouderen staan er wat anders tegenover dan de jeugd, denk ik. Zou ik niet? Dat is wat we eigenlijk, wat de bewoners kunnen verwachten. Ze kunnen altijd even komen kijken. En we gaan uitleggen aan de mensen als ze echt vragen hebben. Van nou ja, goed, wat we aan het doen zijn. En mensen kunnen altijd met ons in gesprek.